14 ambtenaren die deel hebben genomen aan de documentair informatievoorziening DIF 2-cursus, hebben gisteravond hun diploma in ontvangst genomen voor het succesvol afronden van de opleiding die in april 2022 begon. De onderdirecteur van het Nationaal Archief, Audrey Hofwijks-Koenders, die ook de coördinator is van de DIF-opleiding, haalde aan dat de cursisten zich hard hebben ingezet en hebben bewezen dat ze de wereld van documentair informatievoorziening verder kunnen betreden. Jullie zijn trouwens de eerste cohort DIF 2. Jullie zijn dus nu de enige in Suriname met een DIF 2 diploma. Applaus voor jezelf. Volgens het archiefbesluit artikel 17 van de nota van toelichting zijn jullie dus nu archivaris B, dat zijn dus archivarissen op HBO-niveau. Blijf je krachten geven aan het ministerie dat jullie in de gelegenheid heeft gesteld de opleiding te doen. Jullie zullen zeker aanbiedingen krijgen, maar maak daarbij de juiste ethische code, de ethische keuze. Deze opleiding, DIF 2, is onderdeel van de opleidingen die de overheid aanbiedt aan ambtenaren via het ministerie van Binnenlandse Zaken. Directeur Nasir Eskak van Binnenlandse Zaken wees erop dat documentair informatievoorziening een cruciaal onderdeel is van het werk van de overheid. Informatie is immers de sleutel tot transparantie, efficiëntie en verantwoording. Als documentaire informatiespecialisten heeft u vaardigheden en kennis ontwikkeld om deze cruciale rol te vervullen en bij te dragen aan een goed functionerende overheid. In uw leidinggevende rol op de afdeling DIF heeft u ook de taak de kennis en vaardigheden over te dragen aan uw medewerkers. Dankzij uw volharding, inzet en toewijding heeft u met succes deze opleiding afgerond. En daarvoor wil ik toch wel nog eens een keer een applaus voor alle geslaagde vragen. U heeft niet alleen praktische kennis opgedaan, maar ook vaardigheden ontwikkeld zoals kritisch denken, analytisch vermogen en communicatie. Deze eigenschappen zullen van grote waarde zijn in uw verdere loopbaan. Directeur Eskak moedigde de geslaagden aan om vol vertrouwen en enthousiasme hun taak als informatiespecialisten te verrichten. De eerste DIF-opleiding voor overheidsmedewerkers vond plaats in 2011.